Wie is je beste hockeymaatje in Oranje? Nou, we hebben nu een hele leuke groep, dus eigenlijk ga ik met iedereen wel goed. Als ik er een paar zou moeten noemen, ik ga heel veel om met Jip Dieke en ja, Lily de Nooier. Heb je nog genoeg vrije tijd om leuke dingen te doen? En zo ja, wat doe je dan? Ik heb niet heel veel vrije tijd, maar ja, vind ik helemaal niet erg. Ik ben het wel gewend. En nu in corona kan je sowieso niet zo heel veel doen, dus dan is het alleen maar fijn dat we nog mogen trainen. Is je studie goed te combineren met tophockey? Ik ben in september begonnen met de studie rechten aan de Universiteit van Tilburg. En daardoor heb ik een topsportstatus gekregen. Wat inhoudt dat er voor mij soms iets extra's geregeld kan worden als het even niet uitkomt met trainingen en school tegelijk. Hoe is het dan wekelijks met een hoop van de beste speelsters te mogen spelen? Ja, super vet. De trainingen zijn daardoor altijd op heel hoog niveau, omdat natuurlijk een groot deel bij het Nederlands team speelt. En ja, daar kan ik heel veel van leren, dus dat is super fijn. Waarom ben je van Tilburg naar Den Bosch gegaan en hoe was die overstap? Ik ben naar Den Bosch gegaan omdat ik heel graag bij een hoofdklasseclub wilde hockeyen. En ja, in het begin was het heel spannend, maar ik werd heel goed ontvangen en daarna was het gewoon super.